Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakkify. Vandaag hebben wij de Tronsmart Apollo Q10 en de Rolfstone Focus. En we gaan even kijken of de Rolfstone Focus zijn 150 euro prijs nou echt waard is tegenover de 50 euro wat de Tronsmart Apollo Q10 vraagt. Als eerste moet ik ook zeggen, super bedankt Rolfstone nog voor het even reageren op de review met een commentaar eventjes in de beschrijving. Dat waardeer ik enorm. Heel veel bedrijven doen dat gewoon niet, dus dat vind ik hartstikke keurig. Hun zeggen natuurlijk voornamelijk dat de meerwaarde komt door de klantenservice en natuurlijk de importheffing, dat soort dingen allemaal erbij komt bij het importeren van uit China. Ik snap natuurlijk dat er extra kosten bij komen, maar kom op. 150 euro tegenover 50 euro van Tronsmart is nog niet zo heel realistisch. Maar goed, keurig dat je gehandeld hebt. Ik waardeer dat enorm. En ik denk dat heel veel anderen die deze video kijken dat ook kunnen waarderen. Als eerste gaan we even kijken naar de bouwkwaliteit van beide koptelefoons. En als eerste moet ik al iets zeggen. Het is identiek. Het is gelijk. Zelfde materiaal, zelfde kussens, zelfde formaat, zelfde alles. Het enige wat Rolfstone mee onderscheidt is dat hij geen logo heeft op de hoofdband. Een ander logo natuurlijk heeft op de oorschelpen. En geen MFB tekstje laat zien bij de dedicated knopje wat op de onderkant zit. En dat is het ook wel. Het is voor de rest letterlijk allemaal hetzelfde. Ja. En ik merk net ook dat hier nog een logotje van Rolfstone op de hoofdband zit trouwens. Net niet op de hoofdband, op dat switchje ertussenin. Er zit ook een logotje van Rolfstone waarbij de Tronsmart het niet heeft. Maar daar koop je natuurlijk niet een koptelefoon voor, puur om de logotjes. Tenzij je Apple bent. En dan gaan we over naar alle knopjes en belletjes. Ja. Als ik zo even kijk. Het is hetzelfde. En dan gaan we over naar de Active Noise Cancelling. En ik heb mijn kachel, elektrische kachel, als referentie gebruikt om te kijken van hoe goed hij dat eruit filtert. En als ik de ene opzet en de ander vervolgens ook, dan kan ik zeggen, het is letterlijk gewoon hetzelfde. Ik merk geen verschil. En om heel eerlijk te wezen, de Active Noise Cancelling was al niet zo heel slecht in de koptelefoon. Het filtert natuurlijk niet alle geluiden tot de hoogste tonen en weet ik wat eruit. Maar het doet op zich nog redelijk keurig zijn best. Het is tenminste beter dat het erop zit dan dat het er niet op zit. En dan gaan we over op de belangrijkste factor. En dat is natuurlijk het geluidskwaliteit. Ik heb bij de koptelefoons side by side telkens erop en eraf gedaan. Telkens weer opnieuw switchen met verbinding. Telkens even nauwkeurig geluisterd. Verschillende liedjes heb ik aangehaald. Van hip-hop tot gewoon rock en weet ik veel wat. En je verwacht het niet. Ze klinken hetzelfde. Wauw. Zeer verrassend. Het is letterlijk hetzelfde. Eerste moment toen ik het even aandeed, de Tronsmart, klonk het eventjes anders. Dus dan dacht ik van, hé, het klinkt daadwerkelijk anders. Maar toen vervolgens dacht ik van, ja, ik heb op de Rolfstone natuurlijk de Bass Boost equalizer aangezet. En toen ik dat eenmaal ook deed op de Tronsmart, toen klonk het eigenlijk gewoon hetzelfde. Oftewel, deze twee zijn precies hetzelfde in geluidskwaliteit. En natuurlijk ook de app die je verbindt is gewoon hetzelfde. Waarbij ik jullie kan zeggen dat er nog één verschil tussen zit. Een daadwerkelijk verschil. Had je niet verwacht. En dat is de hoesje die je erbij krijgt. Want de Tronsmart, toen ik hem binnen kreeg, kreeg ik gewoon simpele hoesje erbij. Die letterlijk niet veel kwaliteit verbergt hierin. Je kan je koptelefoon erin doen. En dat is het ook wel. Geen padding aan de binnenkant. Het is gewoon een slap, goedkoop hoesje. Waarbij ik props geef naar Rolfstone. Een echt daadwerkelijk keurig hoesje hiermee bij te leveren. Met een apart vakje voor je kabel. Waarbij je zeker weet als je deze in je tas propt en je gooit wat spullen erbij in. Lades van je laptop bijvoorbeeld of andere producten. Dan weet jij zeker, hier blijft het gewoon stevig in en gaat het niet stuk. En daarbij moet ik je dus ook zeggen, is dit hoesje het waard voor 100 euro meer? Wat ze dus voor vragen. Ik heb inmiddels wel gezien op bol.com, ze hebben een prijsverlaging gehad naar 129 euro. Maar dat vind ik op zich nog steeds relatief te duur.
Want de Tronsmaat is 50 euro en de Rolfstone is 129 euro. Dus nu op bol.com. En dat is nog steeds een marge van 80 euro. Wat er bovenop komt. Wat gewoon letterlijk de prijs van deze al niet eens is. Dus dat is veel te veel natuurlijk voor alleen een hoesje. En een hoesje, als ik dit zo ben, rekening met meerwaarde, dan ben je misschien 10 euro meer kwijt. Zoveel kosten dingen ook niet om te maken. Het is fijn dat het erbij zit, maar het is niet 80 euro waard. En ja, dat is een beetje voornamelijk de verschil wat je dus moet weten tussen beide koptelefoons. Maar goed, ja, ik kan niet anders afsluiten dan koop gewoon de Apollo. Het is gewoon veel betere waarde. Beide koptelefoons zijn echt identiek aan elkaar, dus letterlijk geen verschil, behalve in het hoesje wat je erbij krijgt. En de verpakking is anders en de handleidingen zijn anders. Maar wat zijn handleidingen als je alles online ook kan vinden, als niet al in de app? Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.